Hoi allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. De derde dit weekend, gelijk ook de laatste. Een tijd terug heb ik een video gemaakt en dat ging over de Prusa i3 MK3. En die video heb ik genoemd 7x7 of 9x9. Zoals je misschien bekend, als je bekend bent met de Prusa, dan weet je dat traditioneel de Prusa i3 MK3 zijn bed level procedure bestaat uit dat de pindaprobe, dat is dus degene die het magnetische bed als het ware meet, aan de hand van 9 punten meet hoe ver het bed van de nozzel verwijderd is. En op die 9 punten corrigeert hij dan. Op het internet, het is open source, hè? Prusa is open source, dus met andere woorden, er zijn ook heel veel bobo's bezig met softwareontwikkeling, ontwikkeling van profielen voor verschillende soorten filamenten, noem het maar op. En die hadden uitgevonden dat als je die bedleveling niet 3x3 deed, maar 7x7 of eventueel zelfs 9x9, dat je dan veel betere resultaten kreeg van die auto-bedleveling van die Prusa. Want die gaat dus corrigeren en dat corrigeren is dus met 7x7, 49 punten, beduidend beter dan met 9 punten. In die video heb ik al aangegeven van nou, ik wacht af totdat Prusa officieel met die software komt. Want het was weliswaar software van open source. Het is ook heel lang door mensen gebruikt in die open source. Maar op 1 april jongsleden, en het is geen grap, is dan de officiële firmware versie uitgekomen waarin die 7x7 zit. Ik heb hem nog niet geïnstalleerd. Ik heb dus geen idee of het goed gaat. We gaan het zien. Wat ik ga doen in deze video, ik ga om te beginnen u laten zien hoe ik de firmware van deze Prusa ga flashen naar die 3.7.0, dacht ik dat het is. 0.0 kan ook nog zijn, weet ik niet. Maar in elk geval die firmware met die 7x7 erin. Ik ga daarmee beginnen. We spreken elkaar tijdens deze video verder. Tot zometeen. Goed, lieve mensen. Wat heb ik gedaan? Ik heb op de website van Prusa de officiële nieuwe firmware gedownload. En gelijk ook het softwarepakket gedownload, want daarin zit dus ook bijvoorbeeld de nieuwe Slicer Prusa Editie software. Die Prusa Editie software heb ik geïnstalleerd. Ik heb inmiddels mijn laptop aangesloten op mijn printer. En dan kan ik gaan naar, even kijken, configuratie. Configuration. Daar hebben we onderin flash de printer firmware. Dat ga ik aanklikken. En dan gaan we op zoek naar die printer firmware. Die heb ik geplaatst op mijn bureaublad in uitgepakte versie. Dus ik ga naar het bureaublad toe. En dan heb ik hier die firmware versie. Het is dus 3.7.0. Die klik ik aan. En dan zeg ik hier flash. Nou, daar gaat hij. Hij zegt er heel duidelijk bij van flashing in progress. Please do not disconnect the printer. Ik heb overigens ook gelijk een bestand van het internet gedownload van Thingiverse, waarin 9 vierkantjes geprint worden op alle hoeken van de printer. Dus eigenlijk linksachter, rechtsachter, linksvoor, rechtsvoor, middenvoor, middenachter en dan de hele lijn in het midden ook 3 stuks. Dit namelijk zal straks moeten laten zien hoe goed de kwaliteit is van die die nieuwe bedlevelingen, zeg maar. In het beeldscherm van mijn printer, daar wordt op dit moment weergegeven hoeveel procent die is. Hij is bezig nu aan het verifiëren. Hij zegt 12%. En dan gaat hij dat zometeen installeren. En dan gaan we vandaar verder. Dus even een kleine pauze in de video. Zo, daar ben ik weer. Hij is zo'n beetje klaar. Flashing succeeded. We gaan dus nu wachten tot de printer weer opgestart is. Ik ga hier op close drukken, want de flashing is gelukt. Dus ik druk op close. En daarmee is in elk geval het flashen van de firmware is een feit. Ja, dit is het scherm van de i3 MK3. Als ik hem indruk, dan kunnen we naar settings. En dan kan ik, dan moet ik eens even kijken waar die ook alweer zat. Hij zat bij mesh bed leveling. En dan zien we hier mesh 3x3.
En die ga ik veranderen naar 7x7. Dat zijn de enige twee. 7x7, 3x3. Het Z-probe-nummer kun je van 3 naar 5, naar 1, naar 3, naar 5. Ik heb begrepen dat het 5 het beste was. En magnetics compensation, die laten we op aanstaan. En daarmee heb ik op dit moment aangegeven dat zodra als ik een print wil starten, dat hij dat dan gaat doen met deze settings. Nou, de volgende stap die ik ga doen, die ga ik weer op de computer doen. Ik ga namelijk Octopi weer aansluiten en ik ga een printopdracht starten van dat bestand met die 9 blokjes. We gaan zo verder. Zo, ik heb de printer opdracht gegeven om dat bestand te gaan printen. Ik gebruik standaard settings die door Chris Warkocki voor een deel geleverd zijn. En dat is best wel interessant. Hij heeft namelijk zijn openings G-code in Slicer zodanig ingesteld dat hij in eerste instantie tot 160 graden verhoogt bij PLA. Ik heb mijn bed standaard op 67 graden gaan staan. En dan gaat hij die bed level uitvoeren. Dat heb ik bewust gedaan. Als ik het zou doen zoals die bij Prusa standaard ingesteld was in het verleden, dan zit hij al op het temperatuurniveau waarop PLA geprint wordt en krijg je dus heel veel lekkage van PLA. En dat leidt soms tot het mislukken van die bed leveling procedure. Nou, inmiddels nadat hij dus heel erg die temperatuur en zodra hij dus die 160 bij 67 bereikt heeft, gaat hij beginnen met die auto bed leveling. Ik heb natuurlijk ook wat mensen gelezen op het internet, op Facebook, waarbij dit misging. Dus ik heb geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Maar bij de meeste mensen bij wie ik het gelezen heb, gaat dit gewoon goed. En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk ertoe besluit om deze actie uit te voeren. Want ik ben altijd als de dood om een goed werkende printer eigenlijk om zeep te helpen met het testen van nieuwe firmware en nieuwe software. Nou, gelukkig is het bij Prusa zo dat je ook de oude software heel gemakkelijk kunt downloaden. En dat je daardoor ook altijd weer backwards kunt, terug kunt naar oude softwareversies. En daardoor dus weer gewoon op de oude werkende wijze aan de gang kunt gaan. Nou, inmiddels zijn we aangekomen bij 160 graden, bij 64 graden. Dus nog 3 graden, 65 inmiddels. En dan gaat hij beginnen met die autobed leveling. En dat zou dan dus 7x7 moeten zijn en niet 3x3. En daarna gaat hij zijn temperatuur verhogen naar mijn standaard temperatuur van 218 graden voor de eerste laag en 214 graden voor de tweede laag en daarboven. En gaat hij dat object printen. Nou, daar gaat die bed level procedure beginnen. Die achtergrondverlichting, dat is een lamp die erachter zit, zodat ik wat beter zicht heb op mijn printer. Dus ik ga iets opzij, zodat u wat beter kan zien wat er gebeurt. Nou, daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, je ziet hè, hij gaat dat dus doen in 49 stappen. Dus even de vraag of hij er ook helemaal doorheen komt. Dit is de derde rij. De vijfde rij. Zesde, nog eentje. En dan heeft hij 49 probes gedaan. En gaat hij beginnen met dat printen. Nou, we gaan straks het resultaat zien. Hij gaat nu de temperatuur eerst verhogen naar die 218 graden. En daarna gaat hij printen. En dan gaan we zien hoe het eruit komt. Tot zometeen. En hier is dan het resultaat. En het is misschien lastig te zien, maar het ziet er bijna perfect uit. Ik heb aan de rechtervoorzijde ietsjes ruwe oppervlakte. Dat heb ik zojuist al gecorrigeerd met mijn live zet iets aan te passen. Ietsjes verder weg te draaien van het bed, zodat de nozzle ietsjes verder weg zit. Maar verder, en dat is eigenlijk iets wat ik niet had gedacht, maar wel degelijk ontzettend goed werkt. Dus ik ben hier heel blij mee. Is, want ik had altijd problemen als zaken echt erg ver naar links op het bed of erg ver naar rechts op het bed zaten. Nou, ik kan je vertellen, de vierkantjes zitten perfect op het bed vast. Er zit geen enkel probleem met bed leveling. Een klein beetje ruw aan de rechterzijde. Maar ik zei al, ik heb dat gecorrigeerd met de live zet.
En dit is absoluut de moeite waard om dit uit te voeren. 7x7 bed leveling voor een Prusa i3 MK3. Ik zou het doen. Tot de volgende keer. Dag.